Waregem is de hoofdzetel van de Stas-groep. Hier maken we jaarlijks meer dan 1000 aluminium kippers. We hebben het doel om met Stas nummer 1 te zijn in Europa op het gebied van kippers en zelflossers. En dat doen we door in te zetten op 3 P's: People, Product en Planet. We leveren een licht, betrouwbaar en mooi afgewerkt product, gemaakt door betrokken en trotse medewerkers. Om de betrokkenheid van alle medewerkers nog te verhogen, investeert Stas continu in opleiding. Er werd ook een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Daarvoor richt het bedrijf Squadron op, een team van ingenieurs en experten dat de productieprocessen analyseert en verder optimaliseert. Enerzijds hebben we productgerichte teams, squads genaamd, die dagelijks samenkomen volgens de Scrum-methodologie. Verder werken we met challengers die persoonlijke ontwikkeling stimuleren en hebben ook een platform om opleiding te voorzien. In 2019 heeft Stas ons gevraagd om samen een traject te ontwikkelen om de betrokkenheid van de werknemers en de staat van de fabriek verder op te krikken. Daarbij hebben we eerst gefocust op veiligheid en op de gezondheid van de werknemers, aangezien dat die prioritair zijn binnen Stas. We hebben ook een soort van code of conduct opgesteld samen met de werknemers, de Stas Pleasure Policy. Als het ware 10 gedragsregels volgens de welke dat elke Stas-medewerker dagelijks werkt. Stas kon zo de werkplek verbeteren en vaste routines creëren bij medewerkers. Samen met verdere robotisering leidt dat tot een hogere productiecapaciteit. Tijdens dat traject zijn operatoren ook intensief betrokken geweest. Er zijn toen enorm veel ideeën naar voren gekomen die we hebben gestructureerd aan de hand van verbeterborden, zodanig dat iedereen altijd het juiste doel voor ogen had en zijn steentje kon bijdragen aan de fabriek van de toekomst. We hebben samen met studenten optimale lasttechnieken bekeken en ook robots al aangepast waar het kon. Verder hebben we ook een layout-optimalisatie gedaan en dit gekoppeld aan investering in nieuwe lasrobots. De nieuwe robotlijn is het neusje van de zalm en werd volledig geïntegreerd in een informatienetwerk. Zo kan het bedrijf steeds meer data-gedreven werken. Waar mogelijk en waarde toevoegend gaan we altijd proberen te digitaliseren. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is de VVS Audit-app, waarvan eerst een try-out werd gemaakt op papier en daarna op onze maat met Squadron een app werd gemaakt. De data hiervan wordt gestuurd naar een Power BI, wat de analyse vergemakkelijkt. Hiernaast wordt er ook gewerkt aan een eigen ERP-systeem. We kunnen de planning automatisch laten lopen op basis van leverdatum, kwaliteitscontroles laten uitvoeren en statussen van trailers checken.